Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Irene van Staveren. Ze is hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie. Dag Irene, goedemorgen. Goedemorgen. Wij spraken elkaar onlangs tijdens een event in Pakhuis de Zwijger samen met Arnoud Boot. Het ging over de toekomst van het kapitalisme. Grote vraag natuurlijk, maar het ging over wat de fundamentele problemen op dit moment zijn met ons economisch systeem. Tegelijkertijd ging het over wat we moeten vernieuwen, maar ook wat we kunnen behouden. Dat is niet zogenaamd het kind met het badwater weggooien. Jij sprak daar toen over een aantal zaken waarvan ik dacht, laten we die nou eens gewoon nog even met z'n tweeën wat nader uitwerken. Als mensen het gesprek willen zien, kunnen ze ook hieronder op de link klikken en dan kunnen ze het nog een keertje terugkijken. Maar jij sprak eigenlijk in dat verband over twee belangrijke veranderingen die je nu ziet. Aan de ene kant een paradigmawisseling binnen de economische wetenschappen, aan de andere kant een systeemwisseling meer in de economische praktijk. En je bent er ook een pleitbezorgster van. Onlangs zei je in Trouw, had je nog een stuk waarin je zei, we staan nu op een kantelpunt. Corona laat ons zien dat er allerlei zaken nu eigenlijk rijp zijn om te veranderen. Laten we daar gewoon eens mee beginnen. Wat leert corona ons eigenlijk op dit moment over de economie en over wat er moet veranderen? De coronacrisis laat eigenlijk de enorme kwetsbaarheid van onze economie zien. En die kwetsbaarheid die uit zich in het gebrek aan, in het Engels zoals je dat slack noemt. Hè? Wat extra ruimte, wat overcapaciteit. Mm-hmm. Ruimte om te kunnen switchen van het een naar het ander. Bijvoorbeeld in productiecapaciteit. Hè? We zagen natuurlijk in het begin van de crisis de enorme schaarste aan mondkapjes. Want die kwamen bijna allemaal uit China. Mm-hmm. En je switcht niet zomaar even om naar een fabriek in Nederland. Dus we hebben ons eigenlijk te afhankelijk gemaakt van het begrip efficiëntie. Alles moet zo efficiënt mogelijk in een geglobaliseerde wereld. En dan kiezen producenten natuurlijk voor de plek waar je spullen het goedkoopst kunt maken. En het is nu eenmaal zo dat voor veel spullen, als je ze op grote schaal produceert, gaat de eenheidsprijs, de kosten, naar beneden. Dus is het nog efficiënter om alle mondkapjes bijvoorbeeld vooral in China te maken. Ja. Dat maakt je economie heel erg kwetsbaar zodra er een epidemie is. Maar ook als er bijvoorbeeld opeens problemen zijn in China, intern, politiek of wat dan ook, opstanden. Dan blijkt opeens hoe kwetsbaar je bent in je geglobaliseerde waardeketens. Mm-hmm. Dus de geglobaliseerde waardeketens, de korte waardeketens, efficiëntie, just-in-time management, allemaal begrippen die daarmee samenhangen eigenlijk. Die laten eigenlijk zien dat we enorm kwetsbaar zijn als er zulke onverwachte, of misschien wel, een pandemie kan je natuurlijk ergens wel kan je wel rekening mee houden, maar je kan er moeilijk modellen om maken. Dus als dit soort externe schokken komen, als het ware op het systeem, dan laat het eigenlijk zien hoe fragiel het wel niet is. Ja, nee, klopt. Het laat de fragiliteit van het geglobaliseerde systeem, of het kapitalisme, het hedendaags kapitalisme zien. En om dan een linkje te maken naar een econoom die daar al een halve eeuw geleden belangrijke dingen over zei, dat was Hyman Minsky. En die introduceerde het begrip fragiliteit. En die had het over de fragiliteit van het financiële systeem. Hè? Daar zijn we eigenlijk al veel meer mee bekend. Natuurlijk de crisis uit 2008. Maar ook eerdere financiële crisis, die van 1929. Mm-hmm. De Aziatische crisis van 1997. Hyman Minsky die beschreef het financiële systeem in een kapitalistische economie als inherent fragiel. En dat betekent dat er periodes van redelijke stabiliteit en voorspelbaarheid afgewisseld worden met periodes waarin er bubbels opgebouwd worden in financiële markten. De prijzen enorm stijgen zonder dat de onderliggende waarden echt stijgen. Ja, die bubbel barst een keer en je komt in een crisis terecht. Maar het aardige is eigenlijk, als we doordenken op de ideeën van Minsky, is dat we dat begrip fragiliteit nu ook kunnen toepassen op het hele economische systeem van productie en consumptie met de lange en kwetsbare waardeketens. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik ben niet anders gewend. Als ik om mij heen kijk, sinds ik jong ben, denk ik, zie ik overal om mij heen dat inderdaad deze manier van economie bedrijven ook op een zekere manier wordt gerechtvaardigd. Door bijvoorbeeld te zeggen, nou, het jaagt innovatie aan. Hè? Je hebt bubbels, tijden van bubbels, die maar ook weer opbarsten op een gegeven moment. Dan gaan bedrijven weer failliet. Dan zie je dat bepaalde oude bedrijven het schip moeten ruimen en dan komen de nieuwe weer voor terug. En dat zou dan zogenaamd innovatie brengen. Is dat niet ook iets wat inherent bij het kapitalistische systeem horen, wat we juist ook prettig vinden eraan, ondanks natuurlijk alle grilligheid die ermee gepaard gaat, dat het ook een wenselijke kant heeft? Nou, weet je, die innovatie is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat heb je nodig in een economie. Niet alleen om leuke nieuwe gadgets te kunnen kopen in de elektronica-winkel, maar ook om zuiniger te kunnen produceren, om beter om te gaan met de schaarse middelen in de economie. Zelfs ook technologische ontwikkeling om de milieuproblemen aan te gaan. Dat is niet het enige wat nodig is, maar het is ook wel nodig. Dus inderdaad, innovatie is cruciaal. Maar er is een misvatting ontstaan de afgelopen decennia dat alleen maar het kapitalistische systeem voor innovatie kan zorgen. En dat alsof we anders met de armen over elkaar gaan zitten. Waar die innovatie uiteindelijk vandaan komt, is natuurlijk creativiteit, menselijke creativiteit en samenwerking. En zo is er een heleboel onderzoek gedaan naar de samenwerking in teams. En daarin blijkt dus in goed functionerende teams zijn mensen heel creatief en vinden allerlei oplossingen voor problemen. Ja, denk aan de grote uitvinders. Leonardo da Vinci, die functioneerde niet in een kapitalistisch systeem. Zijn creativiteit werd niet gedreven door concurrentie, door de angst dat iemand anders eerder zou komen met een briljant idee. Dus de basis is creativiteit. En het kapitalistisch systeem voedt dat natuurlijk wel, deels door kapitaal daar zo snel mogelijk naartoe te sluizen, naar beloftevolle ideeën. En deels door concurrentie, waardoor je graag eerder wil zijn dan een concurrent, want anders loop je achter en uiteindelijk kun je het verliezen. Hmm. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid, er wordt dan vaak zo'n tegenstelling gemaakt. Zo'n zwart-wit tegenstelling van nou, de overheid is log, is traag, is bureaucratisch. Daar kunnen we geen innovaties van verwachten. Hedendaagse economen als Mariana Mazzucato, die doet juist onderzoek naar de waarde van de overheid en het cruciale belang van de overheid bij het aanjagen van innovaties. Bedrijven als Google, Apple, Facebook, die ontlenen allemaal hun technologische basis en daarmee hun succes aan investeringen die eerder zijn gedaan, puur en alleen dankzij de belastingbetaler, door wetenschappelijk onderzoek. En vooral onderzoek door het Pentagon, de defensieonderzoekers, betaald door de overheid. Ja. Nou is natuurlijk, komen we uit een periode waarin dat kapitalistische systeem, als we het even definiëren misschien als in ieder geval de ondernemingsgewijze productie. Ondernemers die zorgen voor de productiemiddelen en die zijn daar verantwoordelijk voor, die jagen op die manier de innovatie aan. Dat is een periode waar we nu uitkomen. En er zijn een aantal stemmen die nu steeds luider klinken eigenlijk, die zeggen, wat deze coronacrisis ook laat zien, is wat je net ook al even noemde, de rol van de overheid, een soort herwaardering daarvoor. Ook op het economisch, in het economisch leven. Moet ik jouw pleidooi eigenlijk ook op die manier begrijpen? Zie jij daar een herwaardering voor de rol en de waarde van de overheid in zo'n economie? Deels. Kijk, wat we zien is dat inderdaad de overheid nu heel hard nodig bleek om werkgelegenheid en daarmee ook bedrijven overeind te houden. Mm-hmm. Als de overheid dat niet had gedaan, dan waren we in een veel diepere economische recessie gezakt. Mm. Maar toch vind ik dat te beperkt. Ik denk eigenlijk dat we niet zozeer de rol van de overheid moeten herzien, maar in eerste instantie moeten we de rol van de markt herzien. Hm. En daarmee kom ik op een punt wat ik steeds maar weer bij herhaling moet maken, omdat al jarenlang politici, beleidsmakers, de gewone man en vrouw op straat, maar zelfs ook economen, de markt en het kapitalisme door elkaar halen. En dus als je kritisch bent op het kapitalisme, dan hebben dus mensen heel erg de neiging om te denken, oh maar wacht even, als we van het kapitalisme af willen, moeten we de markt afschaffen. Ja. En vervolgens kom je dan natuurlijk in Sovjet-Unie-achtige toestanden terecht van een staatsgeleide economie. En dat willen we niet. Dus moeten we het kapitalisme maar accepteren. Dat is een denkfout. Het kapitalisme heeft een belangrijke rol voor de markt. Maar de markt heeft een belangrijke rol in elke goed functionerende economie. En dat wist Adam Smith al. Die had gezegd, elke goed functionerende economie bestaat niet uit 2 domeinen, markt en overheid, maar uit 3 domeinen. Uit markt, overheid en gemeenschap, communities, vrijwilligerswerk, samenwerken. En het is juist de combinatie van die 3 die zorgt voor een florerende economie. Maar in het kapitalisme, vanaf zo eind 19e eeuw, is eigenlijk het hele kapitalistische systeem met de markt aan de haal gegaan. Dus waar ik voor pleit is dat we de markt terughalen vanuit het kapitalisme, wat leidt tot steeds meer ongelijkheid en exploitatie van het milieu en uitsluiting van bepaalde groepen. Dat we de markt weer terughalen naar het menselijk niveau, zeg maar gewoon de menselijke maat. Ja. En moet ik dan denken bijvoorbeeld aan de zorg weer terug in overheidshanden? Of moet bepaalde geprivatiseerde eenheden weer terug naar overheidshanden terugbrengen? Of misschien in een gemeenschap onderbrengen? Waar moet ik dan aan denken in dat verband? Nou, de manier waarop je het formuleert laat eigenlijk zien dat je zelf ook een beetje in de valkuil bent getrapt van markt is kapitalisme, dus je moet meer overheid. Ja, dat is een organisatie als Buurtzorg, die 10% van alle thuiszorg levert in Nederland, laat zien dat je het via de markt anders kan doen, op een niet-kapitalistische manier, maar zonder overheid. Buurtzorg is geen overheidsinstelling, het is een stichting. Het is een onderneming die innovatief is, die plat georganiseerd is met zelfsturende teams. En waarvan aangetoond is uit onderzoek dat ze efficiënter met de middelen omgaan dan private, op commerciële leest geschoeide zorgorganisaties. En dus wederom, de keuze is niet commerciële bedrijven of overheid, maar de markt terugbrengen naar de menselijke maat. En daar is Buurtzorg een mooi voorbeeld van. Maar zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden. Ja. Nee, je hebt natuurlijk ontzettend gelijk. Ik denk het is heel moeilijk, het is heel hardnekkig om te denken inderdaad in termen van, als je denkt aan kapitalisme denk je ook aan markt. Of als je denkt, als ik gewoon even bij mezelf te raden ga, als je denkt dat je iets voor elkaar wil krijgen, dan huur je marktpartijen in en liever niet de overheid. Want dat is toch log en allemaal niet efficiënt en dergelijke. Dat is een soort veronderstelling die heel hardnekkig is. Ook bij mezelf merk ik inderdaad. Laten we eens kijken of we daar iets meer licht op kunnen schijnen. En vanuit daar dan terug naar die thematiek die jij schetst. Waar komt eigenlijk binnen de economische wetenschap, binnen het denken over de economie, waar komt dit idee vandaan? En hoe komt het eigenlijk dat dit zo'n algemene veronderstelling is? Want ik ben volgens mij niet de enige die het denkt. Volgens mij zijn er veel meer mensen die ook op die manier erin staan. Waar komt dat vandaan binnen de economische wetenschap? En hoe wij erover denken over de economie? Ja, we zijn er allemaal mee besmet hoor. Het heeft voor mij ook heel lang geduurd voordat ik inzag dat je kapitalisme en markt in je denken moet loskoppelen voordat je kunt nadenken over een andere economie. Ik denk dat het er ingeslopen is vanaf de jaren 80 in de economische wetenschap, omdat toen de neoklassieke theorie dominant werd. Ik studeerde in de jaren 80 aan de Erasmus Universiteit en ik weet nog als student dat er praatjes rondgingen in de gangen dat er een ruzie was tussen de hoogleraren van de 8e etage, want dat zouden Keynesiaanse economen zijn en de vakgroep daar op de 8e etage en de andere etages, want dat waren neoclassieke economen. En tegen de tijd dat ik afgestudeerd was, was de laatste hoogleraar van de 8e etage met emeritaat en werd niet vervangen. En ja, werd er eigenlijk geen Keynesiaanse economie meer beoefend. Ja. Het neoclassieke denken had gewonnen, zeg maar. En daarmee is het eigenlijk steeds normaler geworden dat dat het standaard economisch denken is en al het andere een afwijking. En die afwijking wordt vooral gezien in het verleden als niet meer relevant. En het is ook heel moeilijk voor jongere economen om toch weer aandacht te geven aan die oudere ideeën. Want ja, stel je voor, je wil promoveren... Mm-hmm. en je hoopt daarna een baan als universitair docent te krijgen... ergens aan een vakgroep Economie in Nederland... en je proefschrift gaat over Marx of over Keynes of over John Robinson... ja, dan zijn je kansen op een aanstelling natuurlijk niet zo groot. Hmm. He, dus het werd op een gegeven moment een zichzelf versterkend proces... wat natuurlijk ook verder aangejaagd werd... buiten de academische wereld, doordat er het neoliberalisme opkwam. Het hele sterke denken van politici als Reagan en Thatcher. Maar in Nederland ook. We kregen Lubbers, die ook helemaal uitging van de markt. En dat de overheid zich moest terugtreden. En nou ja, die valkuil waar we nu steeds invallen, die is eigenlijk in de jaren 80 en 90 gegraven. Hmm. En dat neoclassieke beeld, hè? Dat eigenlijk het Keynesiaanse idee vervangen heeft in die tijd. Nou, vervangen is een groot woord, maar in ieder geval dat werd het nieuwe dominante beeld binnen de economische wetenschappen. Zelfs dat tot op het punt dat als je vandaag de dag in oude economische paradigma, of oud tussen aanhalingstekens, wil promoveren of je onderzoek doen, dan zijn je kansen veel kleiner dan wanneer je dat neoclassieke beeld aanhangt, zeg maar, of dat in ieder geval onderschrijft. Waar bestaat dat allemaal zo al nog meer uit? Wat voor onderdeeltjes? Het is dus een bepaald denken dat de overheid zich uit de markt moet terugtrekken. Dat kapitalisme en markt dus samengaan met elkaar. Wat voor delen bestaat dat nog meer uit eigenlijk? Dat neoclassieke paradigma of dat idee? Ja, een aantal belangrijke kenmerken. Ik zal er één op microniveau en één op macroniveau noemen. Op microniveau is het idee dat de mens altijd uitgaat van nutsmaximalisatie in zijn eigen belang. En dat we dus rationeel zouden zijn, maar met rationaliteit wordt iets heel specifieks bedoeld. Daar wordt mee bedoeld dat je dus constant kosten en baten afweegt en iets maximaal nut ergens uit wil hebben tegen de laagste kosten. Op het macroniveau gaan we ervan uit in het neoclassieke denken dat markten over het algemeen altijd in evenwicht zijn. En er zijn wel kleine afwijkingen van het evenwicht, kleine verstoringen, maar die duren maar heel kort. En een markt is op een gegeven moment gewoon of vrij snel weer terug in het evenwicht. Zelfs financiële markten. Daarom ontkennen neoclassiek financieel economen dat er bubbels zijn in markten. Want ze zeggen dat kan niet. Want dat is een grote afwijking. Nee, die markt is altijd in evenwicht. Dus als de prijzen enorm omhoog schieten, dan is dat omdat de onderliggende waarde van die bedrijven nou eenmaal sterk groeit. Vanwege de mogelijkheid tot toekomstige markten enzovoort. Of innovaties die eraan komen. Ja. En als dan de markt opeens naar beneden gaat in een crisis, dan wordt gezegd van ja, maar dat komt van buiten. Daar kunnen we niks aan doen. Dat is een externe schok. Hadden we nooit kunnen voorzien. Dat heeft ook niks met de economie te maken. Dat komt van buiten. Nou, terwijl inmiddels wel duidelijk is met de analyse van de financiële crisis dat het van binnen kwam. Dat het te maken had met al die rommelhypotheken en derivaten enzovoort. Maar dat past niet in het neoclassieke denken. Dus is dat het efficiënte markthypothese? Dat idee van dat markten eigenlijk altijd als ze bedrijven beprijzen, dat ze daarin gelijk hebben, omdat er in de prijs eigenlijk alle informatie verdisconteerd zit die er bekend is over bepaalde bedrijven en over die ondernemingen en over de toekomstige mogelijkheden, et cetera, et cetera. Dat die een beetje wordt eigenlijk gelijkgesteld met wat ook de echte waarde is van een bedrijf dan op dat moment. Ja, prijzen die zouden dan alle complete, volledige informatie in zich hebben, afgezien van enige ruis. De ruis is dat soms de prijs iets te hoog kan zijn en andere keer iets te laag, maar gemiddeld is de prijs correct, een correcte reflectie van onderliggende waarden. Ja, dus de prijs wordt een hele hoge, belangrijke waarde aan toegekend, om het zo maar even te noemen. Maar ook efficiëntie, dat woord hebben jij en ik ook al een paar keer gebruikt. Efficiëntie wordt eigenlijk vooral gezien als efficiëntie voor ondernemers, maar niet voor de economie als geheel. We weten, die efficiëntie gaat voor de onderneming. Dus hebben we die geglobaliseerde economie met lange waardeketens. Want dat zorgt ervoor dat wij onze mobieltjes tegen een zo laag mogelijke prijs kunnen kopen. Wat ook niet helemaal waar is, want er is ook marktmacht van een bedrijf als Apple, die enorme winsten maakt. Maar idealiter is er voldoende concurrentie op de markt en kan de consument de producten tegen zo laag mogelijke prijs krijgen. Maar dat is dus efficiëntie van de producent, waar de consument in prijs voordeel van heeft. Maar tegelijkertijd wordt het milieu vervuild, worden mensen uit het arbeidsproces gestoten die net iets langzamer zijn, die het niet kunnen bijbenen, die zitten in een uitkering, die worden geïsoleerd. We hebben besloten dat kapitaal vrijelijk de hele wereld over mag flitsen met een druk op de knop van je computer. Maar dat arbeid dat niet mag, wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet past bij het denken over vrije markten. Arbeidsmarkten zijn helemaal niet vrij. Dus er zitten wat eenzijdigheden, wat blinde vlekken, wat inconsistenties in het neoclassieke denken. Ja. En daar hebben wij in de economische werkelijkheid eigenlijk steeds meer last van. Ja, dat is eigenlijk een soort vernauwde blik ook misschien op wat de economie eigenlijk is voor mensen. Misschien voor ondernemers of voor investeerders zijn die cijfers veel ontzettend relevant op dit moment en kunnen ze daarop inspelen. Maar voor andere mensen die ook met de economie te maken hebben, die ook onderdeel van zijn, is dat misschien niet altijd, de manier waarop zij met de economie bezig zijn in hun dagelijks leven. Zoals die grote beursschommelingen natuurlijk enorme kansen bieden voor investeerders of voor sommige ondernemers om eigenaar te worden van een bepaald bedrijf, zijn die grote fluctuaties voor de economie als geheel misschien helemaal niet wenselijk. En op die manier dus eigenlijk daar dus inderdaad niet mee te rijmen. Dus dat één voorbeeld. Je wou nog een ander voorbeeld noemen op macroniveau meer, Irene? Ja, dan had ik het over markten. Dat het idee dat het marktmechanisme nou eenmaal tot de meest efficiënte uitkomsten leidt. En dat werkt, dat is zo als je statisch kijkt naar de markt. Als iets wat eventueel door een schok wel even heen en weer geschud kan worden, maar daarna weer in een statische situatie zit. Ja. Maar echte markten, hier buiten het raam, die zijn natuurlijk dynamisch. Die veranderen constant. Er komen nieuwe spelers op. Er gaan bedrijven failliet. Er komen nieuwe werknemers, nieuwe skills, innovaties. Dus je moet eigenlijk kijken naar markten op lange termijn. En op lange termijn gebeuren er gewoon andere dingen. Je zou bijvoorbeeld graag zien dat markten op lange termijn bijdragen aan grotere doelstellingen voor de economie. Dus niet alleen efficiëntie voor een bedrijf, maar ook efficiënt omgaan met de aarde. Dus een lagere CO2-uitstoot. Ja, dat gebeurt niet. Ja. Zo zijn markten nou eenmaal niet gemaakt. Bovendien, op lange termijn hebben bedrijven baat bij het verminderen van de concurrentie. Dat is iets wat Arnoud Boot ook al zei. Bedrijven hebben er nou eenmaal baat bij om nieuwkomers of af te weren of op te eten. En zo zien we dat Unilever de vegetarische slager heeft overgenomen. Want ja, Unilever wou zelf ook een beetje de kant van de vega-burgers op. En dan is het niet leuk als je zo'n concurrent hebt die helemaal in de armen gesloten is door de consument. Hè, omdat het zo'n sympathiek initiatief is. Nee, dan kun je beter gewoon de concurrentie opkopen. En dan ben je weer monopolist op dat terrein. Ja. Dus uiteindelijk ondermijnt de markt in het kapitalistisch systeem, waarin we dit allemaal laten gebeuren. Omdat we zeggen, nee, geen regelgeving, de overheid mag niet ingrijpen. Leidt het kapitalistische systeem tot de ondermijning van de markt waarop het nou juist gebaseerd is. Ja. Dus er zijn allemaal inherente inconsistenties in de economische werkelijkheid en de economische theorie en die elkaar versterken. Want de economische werkelijkheid wordt voor een deel vormgegeven door economen die afgestudeerd zijn aan een economische faculteit in een neoclassieke economische theorie. Dus eigenlijk idealiter zijn bedrijven wellicht in zo'n kapitalistisch systeem rule takers, als het ware. Overheden die bepalen het speelveld, zeg maar, voor bedrijven daarbinnen. En daarbinnen zouden ze niet of weinig invloed moeten hebben op de manier waarop die regels tot stand komen. Maar in onze tijd zie je natuurlijk dat, wat Arnoud Boot ook zei, maar als je bijvoorbeeld Bas van Bavel leest ook, dat bepaalde groepen waar veel vermogens zich accumuleren, bijvoorbeeld ondernemers, maar ook vermogende mensen, die kunnen steeds meer macht uitoefenen op de politieke besluitvorming en dus op de manier waarop de regels in de samenleving tot stand komen, waarmee eigenlijk dat denken over wat je net ook al even noemde, de vrije markt, eigenlijk een beetje onzinnig is geworden. Omdat die markt, we doen in ons dagelijks spreken alsof die vrij is, of de overheid zich daar niet mee zou moeten betrekken en een soort moreel neutraal zou moeten zijn. Maar eigenlijk door dat oogwenkend toe te laten, of misschien wel bewust toe te laten, dat die invloed er ook is, krijgt die markt wel degelijk een bepaalde, nou kan je bijna zeggen, morele kleur, of een kleur waarin de ondernemers of investeerders dus inderdaad heel goed kunnen profiteren van dat systeem en daar ook goed uit de voeten in kunnen. Maar die andere mensen waar we net over hadden, de economie, die dynamische kant van de economie, dat die juist daar nu op dit moment in de economische realiteit van nu enorm het nakijken hebben. Ja, we zien het natuurlijk aan de statistieken van de ongelijkheid. De ongelijkheid neemt steeds meer toe, hoe je hem ook meet. Ja. Als we kijken naar inkomens van huishoudens, neemt de ongelijkheid binnen landen steeds meer toe. In Nederland is dat gelukkig nog maar beperkt. Maar het is te zien als je de top 10% met de onderste 10% vergelijkt. Zie je een toename. Je ziet het in vermogens. En dat is in Nederland echt heel ongelijk. Veel ongelijker dan het gemiddelde in de OESO-landen en in de Europese Unie. Ja, je ziet ongelijkheid ook groeien in onderwijs. Dat laat de coronacrisis zien. Thuisonderwijs is niet zo nadelig voor kinderen van hoogopgeleide ouders, die dan thuis nog een beetje bijgespijkerd worden door de ouders. Kinderen die van hun ouders een tablet krijgen om online onderwijs te kunnen volgen. Die überhaupt internet hebben. Maar ja, kinderen met ouders met een lage opleiding of met een migratieachtergrond die niet goed Nederlands spreken, die lopen een enorme achterstand op school. Dus ook in het onderwijs zien we in de huidige economie ongelijkheden ontstaan. Ja, dus dan zien we, die ongelijkheid zien we toenemen op allerlei vlakken. Nu ben je natuurlijk hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie. Je bent ook een pleitbezorger voor een meer pluralistisch denken over economie. Jij noemde net in het begin van ons gesprek Minsky al even, die ons wees op de grilligheid van markten, bubbels die kunnen ontstaan en daarna weer kunnen barsten allemaal. Wij spraken een tijdje geleden ook over hoe je nou die veronderstellingen van het kapitalisme die erin zitten, zoals bijvoorbeeld dat de markt altijd efficiënt is en overheden, wat op log en niet op innovatie gericht, hoe je die nou kan losmaken bij jezelf. Jezelf ook, ik ben zelf ook een tijdje geleden, het duurde heel lang voordat ik dat door had, zeg maar. Wij spraken in dat verband over de denker Karl Polanyi en zijn De Grote Transformatie. Als ik me goed herinner, gaf jij toen aan ons gesprek, hij biedt een manier van hoe je kapitalisme, het systeem, de kritiek erop kan leveren, zonder dat je gelijk in een soort weer uit de bocht vliegt en in een soort socialistisch systeem terechtkomt eigenlijk. Kan je daar nog iets meer over vertellen over hoe nou, Karl Polanyi dan als een soort contrastbron zou kunnen dienen misschien voor hoe we naar ons hedendaagse economisch systeem kunnen kijken en wat het dan toevoegt aan dat neoclassieke beeld dat zo dominant is in onze tijd? Ja, ik denk dat het belangrijkste inzicht van Polanyi is dat elke economie die hij bestudeerd heeft, hij was economisch antropoloog, heeft veel gereisd, elke economie die hij bestudeerd heeft, zei hij, die bestaat uit 3 interactiemechanismen. Je hebt de markt met ruil. Je hebt altijd iets van een autoriteit. Bij ons is het een overheid. Maar bij een stam in de Amazone is het de chief die de regels bepaalt. En je hebt de community, de gemeenschap. Mensen die dingen samen doen zonder dat via ruil te vereffenen. Mm-hmm. Ze bouwen soms wel een schuld op, dat de ene in het krijt staat bij een ander. Maar dat hoeft niet altijd vereffend te worden in geld. Dat kan in wederdiensten zijn. Of soms besluit de gemeenschap op basis van bijvoorbeeld religieuze regels. Denk aan de jubilee. Na elke 7 jaar of 7 keer 7 jaar kwijtschelden van schulden. Zo lossen gemeenschappen dat al eeuwenlang onderling op. Dus die maken maar heel weinig gebruik van de markt. En ja, die hebben ook wel iets van een autoriteit nodig. Die knopen doorhakt, die regels stelt, die straffen uitdeelt, die belasting heft, herverdeelt enzovoort. Maar bij Polanyi, ik denk dat Polanyi, dat zijn kracht is dat hij heeft laten zien dat het gaat om het samenspel van die drie. En niet om het steeds groter en efficiënter te maken van de markt. Hmm. Daarom noemde ik eerst ook dat begrip menselijke maat. Hij heeft dat niet zo genoemd, maar dat is mijn interpretatie van Polanyi. Breng de markt terug naar de menselijke maat. En laat hem weer meer ingebed zijn in gemeenschappen van mensen. Ja, dus dat was die triade. Je noemde inderdaad gemeenschap aan de ene kant, overheid, markt. En waarbij die markt eigenlijk nu te veel is gaan domineren. Laten we die weer terugbrengen als het ware, zodat die de menselijke maat of de gemeenschap weer meer kan bloeien. Nou, laten we eens kijken hoe we dat wat meer handen en voeten kunnen geven. Want een van de dingen die je ook, die Polanyi volgens mij noemt in zijn boek, is er zit natuurlijk een inherente spanning in het kapitalisme. Bijvoorbeeld vanwege het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de kapitaaleigenaar aan de ene kant, of de eigenaar van een bedrijf en de arbeiders van een bedrijf. In dat verband spreekt Marx natuurlijk ook van vervreemding van de arbeiders die van hun werk vervreemd raken, omdat ze niet uiteindelijk eigendom zijn van het bedrijf waar ze werken. Karl Polanyi ziet ook zoiets, maar zou je nou zijn analyse bijvoorbeeld kunnen nemen en zeggen, als we nou dat vraagstuk van eigenaarschap van bedrijven en in dienst zijn van een bedrijf nou eens van een ander licht bezien, kom je dan bijvoorbeeld ook uit bij zoiets als een coöperatief verband, als een coöperatie, een andere vorm van je organiseren, waarin degene die werkt bij een bedrijf ook tegelijkertijd deels eigenaar is van die onderneming. Neemt dat dan al iets van die spanningen weg, als het ware, die er inherent zitten? Of is dat meer, en past dat ook wel bij onze geglobaliseerde economie? Dat is ook een vraag die mij heel erg bezighoudt. Of is dat meer iets van van vroeger, van dat is waar eenmaal. En nu past dat eigenlijk niet meer zo goed bij bij de wensen van nu, van de consumenten en onze tijd. Nou, een heleboel vragen, maar misschien kan je daarop op reageren. Ja. Nee, dat vind ik ook razend interessant. De transformatie van ondernemingsvormen en governance modellen. Nou, het klinkt allemaal ingewikkeld. Het voordeel is dat alles al in de praktijk wordt gebracht. We hebben inderdaad grote coöperatieve bedrijven in Nederland. Ja. Dat vergeten we vaak. We hebben de Rabobank, die functioneert internationaal, is sterk in landbouw, ook in landen als in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Nu is het niet een coöperatie in de zin dat de werknemers van de Rabobank eigenaar zijn. Mm-hmm. Maar het is wel een coöperatie in de zin dat het niet het kapitaal ophaalt op een aandelenbeurs. Er zijn geen externe aandeelhouders, de Rabobank is van zichzelf. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat de Rabobank tijdens de financiële crisis niet de hand hoefde op te houden bij de overheid, terwijl ABN AMRO en ING dat wel moesten doen. Iets anders, we hebben natuurlijk Friesland-Campina. Dat is het grootste coöperatieve zuivelbedrijf van heel Europa. Het is een gigant. Daarvan zijn de boeren wel directer aandeelhouders dan werknemers van de Rabobank bij de Rabobank. Ja. Dus dat komt al dichter bij een echte coöperatie. Ja, het is ook een productiecoöperatie. Maar vergeet niet dat er ook consumentencoöperaties zijn. Bijvoorbeeld voor de productie van schone energie. Consumenten die met elkaar een windturbine financieren en daar dan zelf de stroom van afnemen. Ja. Dus het coöperatieve model kun je ook toepassen voor consumenten in plaats van producenten. En natuurlijk ook voor investeerders. Dat gebeurt bijvoorbeeld via crowdfunding. Dat is dan wel weer niet coöperatief, maar heeft er sterke trekjes van. Voor de www.voordekunst.nl dan kun je de opname van een nieuw album van een strijkkwartet financieren. En dan word je uitbetaald in cd'tjes of in entreekaartjes voor concerten. Ja. Nou, daarnaast is er ook het steward ownership model, wat bijvoorbeeld door de Triodos Bank gehanteerd wordt. Van de Triodos Bank kun je geen aandelen kopen. Ze staan niet geregistreerd aan de aandelenbeurs, maar je kunt certificaten van aandelen kopen. En dat zegt, daar zit iets tussen. En wat daartussen zit is een stichting die de ideële doelstellingen van de bank bewaakt. Bijdragen aan een duurzame samenleving, zowel ecologisch als sociaal. Maar waar ik ook pas sinds vrij kort achter kwam, is dat er grote bedrijven zijn die ik had ingeschat als puur commerciële bedrijven, die ook het steward ownership model hanteren. Carlsberg, grote bierbrouwerij in Denemarken, Rolex, horlogemaker. En zo zijn er meer. Die hebben de ene een klein deel, de andere een heel groot deel van de aandelen in een stichting gestopt. En, dus al het dividend gaat naar die stichting, of een groot deel van het dividend gaat naar de stichting. En de stichting heeft een bestuur wat losstaat van de onderneming en die sociale doelstellingen hanteert die in dit geval bij Carlsberg zijn vastgelegd door de oprichter, door Carlsberg zelf. Ja. Dus ja, er zijn verschillende ondernemingsvormingen. Buurtzorg had ik al genoemd, de stichting. Opereert gewoon als een heel efficiënt bedrijf. Ik denk dat we daar meer mee moeten experimenteren en dat we ons kunnen laten inspireren door Polanyi. Maar ook juist door de praktijk. Je ziet dat vooral ook jonge mensen denken van ik wil niet mee in die oude economie. Ik wil iets anders. Zo zie je bijvoorbeeld woongroepen ontstaan. Ik heb vroeger in mijn studententijd in een woongroep gewoond, maar die was kant-en-klaar. Ik solliciteerde, ik moest langskomen, ik werd goed bevonden en ik mocht een kamer huren. Ja. Maar nu zijn er mensen die bij elkaar gaan zitten en die zeggen laten wij een nieuwe woongroep beginnen, maar ook dus een nieuw pand laten bouwen en dat energie-neutraal laten bouwen en een gemeenschappelijke moestuin erbij. Dus er komen allerlei nieuwe ideeën van organisaties die wel degelijk efficiënt moeten werken, maar geen commerciële doelstelling hebben. Ja. Of deels een commerciële doelstelling, maar het geld terugsluizen naar het collectief of naar de maatschappij. Ja. Nou zijn dit soort ontwikkelingen volop gaande. Je schetst denk ik ook een heel rijk palet aan de zaken inderdaad die daarmee samenhangen. Hoe zien we dit nou? Zie je dit nou ook terug in bijvoorbeeld het bestuurlijk beleid in Nederland? Kijk, er wordt natuurlijk nogal wel eens wat gezegd over ook het neoliberalisme, wat dan in Nederland ook in de bestuurlijke kringen nog wel eens om zich heen zou hebben gegrepen. Een manier van kijken vanuit de overheid. Dat in combinatie met misschien een soort blinde vlek die ook in de economische wetenschap is ontstaan de afgelopen tientallen jaren, juist voor dit soort coöperatieve initiatieven. Nou, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, omdat voor coöperaties het gewoon veel lastiger is omdat je met geaggregeerde cijfers werkt, waardoor de cijferanalyse voor economen moeilijker is dan voor beursgenoteerde bedrijven, want dat is allemaal gestandardiseerd. Maar ook dat de interesse, de theoretische interesse voor dit soort ondernemingsvormen toch eigenlijk meer op de achterkant is komen te staan, waarmee de BV en de NV eigenlijk meer de boventoon hebben gevoerd. Zie je nou bij die twee bastions, de overheid die dat toch misschien ook daar een oog voor heeft, dat dat in goede banen zou willen leiden, en de economische wetenschap, die wat jou betreft ook wat meer pluralistisch mag worden, zie je op die twee terreinen ook dat dit soort initiatieven niet alleen maar, ja, ik wil het niet cynisch doen, hè, maar je zou bijna kunnen zeggen, blijft het klein bier, of kan het ook op grotere belangstelling rekenen steeds meer, waardoor het ook echt wat kan gaan worden? Nou ja, dan kom je eigenlijk bij dat kantelpunt wat ik in mijn column in Trouw had genoemd. Ik denk dat we op een kantelpunt staan, maar niet een kantelpunt wat we even binnen een paar maanden kunnen regelen. Het is wel een proces, maar ik zie lichtpuntjes. Ik ben eigenlijk best positief. Je had het over de overheid. Nou, dan kun je denken naar de Rijksoverheid, maar zeker ook naar lokale overheden. En de gemeente Amsterdam en de gemeente Rijswijk, die zijn juist gekomen met de mogelijkheid voor de start van dat soort nieuwe woongroepen die ik nu noemde. In nieuwe gebouwen die energie-neutraal zijn, met gemeenschappelijke ruimtes binnen en of ook buiten, die moestuin die ik noemde. Dus bij gemeentes, natuurlijk gedwongen door de huizencrisis, wordt er ook buiten de kaders gedacht. En dat komt denk ik ook omdat je bij gemeentes wel moet samenwerken als econoom, als economisch beleidsmaker, met mensen met een andere disciplinaire achtergrond. Als je plant van een nieuwe woonwijk, dan heb je niet alleen te maken met economen en natuurlijk ook architecten en bouwers, maar ook met een socioloog. En misschien zit er ook nog wel een politicoloog in. En ik vermoed dat er discussies plaatsvinden waardoor deze ruimte gecreëerd wordt. En Ja, ik denk zeker tot de financiële crisis werden economen nogal op een voetstuk gesteld. Van, nou, die weten hoe je zo efficiënt mogelijk iets moet plannen. En dat vonden gemeenteraden en de burgemeester en wethouders ook prima. Want ja, je wil het liefst je geld zo efficiënt mogelijk uitgeven. Dus die herbezinning, heb ik het idee dat die nu mede door de coronacrisis en de huizencrisis en de milieucrisis aan het plaatsvinden is. En ja, dat duurt natuurlijk, maar ja, ik hoop ook dat er op een gegeven moment wat versnellingen plaatsvinden. Maar dat kan natuurlijk alleen als ook in het economie-onderwijs er meer aandacht is voor andere economische denkers. Ja. En deels natuurlijk de geschiedenis. Het zou heel zinvol zijn als economiestudenten in hun bachelor al gevraagd wordt en geëxamineerd worden ook op de kennis over Keynes en Polanyi en Adam Smith en Marx en John Robinson en een heel aantal anderen. Want kijk, als gemeente op een gegeven moment openstaan voor andere economische beleidsadviezen vanuit een ander denkkader. Maar degene die afgestudeerd van de universiteit komen, dat kader niet hebben, dan schiet het nog niet op. Dus we moeten zowel, om maar in traditionele economische termen te blijven, de vraagzijde vanuit gemeentes en het Rijk naar breder economisch denken. En we hebben een aanbodzijde nodig vanuit economische faculteiten. Dat er mensen afstuderen met een bredere economische bagage. Ja. Ja, want het beeld zoals je het net even schetste in een halverwege ons gesprek is, en corrigeren maar als ik het verkeerd zie hoor, maar dat is een beetje van, ja kijk, als jij ergens wil promoveren of je wil onderzoek doen en dan kom je daar een sollicitatie en er wordt eigenlijk de vraag gesteld, maar je bent toch wel eigenlijk echt, hè, je gaat onderzoek doen misschien Adam Smith, maar je bent toch eigenlijk wel gewoon neoklassiek, hè? Je onderschrijft toch wel dat beeld. Het is een beetje alsof er schooltjes zijn inderdaad, de scholen van een dominante school van denken die eigenlijk die andere manieren van denken maar als achterhaald projecteert en niet de waarde eigenlijk in wil zien van hoe hoe dat andere denken ook een contrastbron kan vormen. Minstens al bijvoorbeeld met je eigen manier van denken. En hoe dat juist ook naast elkaar zou kunnen bestaan. Zie jij het is misschien wat hypothetisch hoor, maar zie jij dat binnen de economiefaculteiten de gedachtegoeden meer naast elkaar komen te staan in plaats van echt in zo'n hiërarchie van nou, neoklassiek bovenaan en dan de rest komt eigenlijk wel een beetje onder, maar dat is allemaal meer een beetje voor in de marge. Komen die andere gebieden ook echt wat meer in het midden terecht, in het midden van de belangstelling te staan? Nou, eerlijk gezegd nog niet. We hebben de studentenbeweging Rethinking Economics wereldwijd. In Nederland zijn ze ook heel actief. Ja. En die proberen het economisch curriculum te verbreden met kernvakken. En tot nu toe is eigenlijk de werkelijke verbreding beperkt tot de herintroductie van het vak geschiedenis van het economisch denken aan die faculteiten waar dat vak helemaal verdwenen is. En combinatievakken, politieke economie, filosofie van het economisch denken. Dus het begint erin te komen, maar nog lang niet in het centrum. Alleen nog, voorlopig nog aan de randen daarvan. En dat vind ik erg jammer. Maar aan de andere kant, het moet ergens beginnen. Dus ik ben toch wel optimistisch. Ik denk dat het gaat gebeuren. Ook omdat we een beweging zien van studenten die 2 keer nadenken waar ze economie willen studeren als ze economie willen studeren. En daardoor zijn er dus andere studies opgekomen die soms de vraag niet aankunnen. Studies in Nederland waarbij je een combinatie van economie en politicologie of ook filosofie kunt studeren. En daar is enorme interesse in. En ook aan business schools wordt in de praktijk meer aandacht gegeven aan sociale en milieu-issues dan aan standaard economische faculteiten. Dus als jij de ambitie hebt om gewoon bij een multinational te gaan werken, maar je wil ook wel bijdragen aan een groenere wereld, dan kun je eigenlijk beter aan een management school gaan studeren dan aan een economiefaculteit tegenwoordig. De Rotterdam School of Management doet het ontzettend goed als het gaat om cursussen over de Sustainable Development Goals. Nou, die heb je niet aan de economische faculteit. Daar wordt onderwijs over gegeven, klimaatakkoord, groen ondernemerschap, sociaal ondernemerschap is net een nieuwe hoogleraar benoemd, social entrepreneurship. Dus hopelijk helpt dat ook, die beweging van studenten weg van de economische faculteiten, helpt dat, geeft het een duwtje aan de economische faculteiten om het proces misschien toch iets te versnellen. Hè? Ja. Om het pluralistische proces. Ja, goed. We staan op een kantelpunt, maar het gaat niet een aantal maanden duren. Het gaat nog wel eventjes duren voordat we daar helemaal, voordat we echt daar verandering in zien. Maar in ieder geval, dankjewel Irene voor het schijnen van jouw licht op deze thematiek. Toch een aantal goede verdiepingsslagen kunnen geven, denk ik zo. En interessante blik gekregen op de ontwikkelingen die er wat dat betreft gaande zijn. Ook fundamentele veranderingen. Dankjewel Irene, hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie. Graag gedaan. Beste kijker van De Nieuwe Wereld, geniet jij ook van onze gesprekken? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Je ontvangt hem altijd als eerste onze meest recente afleveringen. Bedankt voor het kijken alvast en tot ziens.